Met burgemeester Bruls van Nijmegen kijk ik terug naar 2020. Het jaar waarin hij landelijk veel bekender werd. Maar de reden voor die bekendheid was natuurlijk niet positief. Dat ene virus. Gelukkig ziet Bruls ook nog wel positieve dingen in 2020. Meneer Bruls, een jaar geleden was u ook al burgemeester van Nijmegen. En ook al voorzitter van het Veiligheidsberaad. Als voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid. Het was u allemaal al, maar die laatste rollen. Die zijn nu heel belangrijk geworden. En een jaar geleden wisten nog weinig mensen daarvan. Was dat wennen, dat dat opeens hele belangrijke rollen werden? Ja, het was natuurlijk wel even aanpassen. Maar aan de andere kant, er was ook weinig tijd. Hè? Want toen half maart uh, uh, de eerste maatregelen werden aangekondigd. Ja, toen moesten we in één klap gaan leveren. Er moest een crisisorganisatie opgezet worden. Ik kan me nog goed herinneren, het was een donderdagmiddag. Uh, uh, half maart. En uh, ik ging nog even laatst. Uh, uh, reguliere activiteiten. Ik het afscheid van Kees Boele, voorzitter van, uh, van de hogeschool. He. Die nam net die middag afscheid. De zaal was nog maar half gevuld, want een heleboel mensen waren al thuisgebleven. En daarna ben ik naar het crisisteam gegaan en de hele agenda schoongeveegd. En, uh, het. het was dus wennen, maar we hadden ook geen keus. Dus we zijn er ook gewoon ingerold en hup, we ja. hebben het met z'n allen opgepakt en dat geldt ook voor mij. Van die week, we hebben het nu over donderdag 12 maart, weet denk ik iedereen nog wat ideeën ongeveer in die week? Die heeft indruk gemaakt. Ja, ik kan me wel voorstellen. Want kijk, we zitten nu natuurlijk ook weer in een lockdown en dat maakt ook wel indruk. Maar ja, het komt een beetje overal althans bij. Oh ja, die hebben we inderdaad in ja. maart ook zo ja. gedaan. De maart was natuurlijk allemaal zo nieuw. Uh, dat, ja, ...dat iedereen uh, zich dat goed kan herinneren. En je merkt het ook, hè, toen hadden we veel meer dat we ook de regels naleefden. Mensen bleven uit zichzelf thuis. Ik weet nog, in het begin was bijvoorbeeld helemaal niet besloten dat de Schouwburg of zo dicht uh, moest gaan. Maar die bleven gewoon uit zichzelf dicht, omdat ze iets hadden van... ...ja, het is gewoon niet goed om nu groepen mensen bij elkaar te uh, brengen. Nu moeten we veel meer maatregelen nemen om een uh, soortgelijk effect te krijgen. Nu duurt het al bijna een jaar dat u dus er eigenlijk veel taken bij heeft gekregen. Is het te combineren met het burgemeesterschap van Nijmegen? Nou, eigenlijk niet. Het kan, uh, het kan eigenlijk alleen maar omdat er een heleboel zaken wegvallen. Uh, er zijn geen publieke bijeenkomsten uh, meer. Uh, uh, ik kan niet meer mensen gaan feliciteren als ze bijvoorbeeld 65 jaar uh, getrouwd zijn. Dat doe ik nu telefonisch. En vroeger ging je dan altijd een uurtje op bezoek uh, bij. Uh, bij, bij mensen. Ja. Uh, en daardoor ontstaat de ruimte in de, in de agenda. Want anders zou dat niet te combineren zijn. Dan zou je dat echt met meer mensen tegelijk moeten doen. Op een andere manier moeten, moeten oplossen. En dan nog is het uh, natuurlijk voortdurend schipperen. Ja. Uh, ik heb hele rare effecten in mijn agenda gezien. Het, door de week is het uh, hollen en stilstaan. Uh, maar ook tot in het weekend, uh, bijvoorbeeld de maand november, in het weekend. ja bijna niks te doen. Was. Ik bedoel, ik heb nog niet eerder meegemaakt. geen Sinterklaas-intocht, geen Prinsenproclamatie, geen Zeven Normaal zit dat allemaal bij elkaar in één of twee weekends. en nu was het. Uh, rustig, dan gaat wel die telefoon en via de mail gaat het uh, ja. door en je volgt het nieuws. Maar verder uh, zit ik thuis ook uh, naar de Bundesliga uh, voetbal uh, te kijken of uh, uh, met de familie uh, een hapje gezellig te eten. En ja, dat, dat kwam er niet altijd van uh, uh, normale burgemeesters bestaan. Dat is het dus. Uh, uh, nou ja, al die nadelen hebben er dus soms ook een klein voordeel, ja, zou je kunnen ja, zeggen. Ja, dat wel. Ja. Nu bent u volgens de Volkskrant de op vijf na meest invloedrijke bestuurder van Nederland. En een jaar geleden was dat nog helemaal niet zo. Zegt u dat nog iets? Nou, dat zegt me niet zo heel erg veel. Corona brengt je op vele plaatsen en ook op deze plaats zou je kunnen zeggen. Ja, weet u, uh, die ranglijsten. Het is op zich een heel respectabele ranglijst hoor. Maar ik ben niet zo van die lijstjes, omdat uh, uiteindelijk gaat het erom wat je werk doet. En uh, ik zou ook terug kunnen kaatsen. Uh, vorig jaar uh, had ik ook allemaal uh, de dingen deed ik ook de functie deed. Ik was burgemeester, ik was voor, ja. voorzitter vicevoorzitter van VNG. En schijnbaar was dat geen reden om ergens in een top 200 uh, terecht te uh, komen. Dit is natuurlijk door corona een heel bijzonder jaar. en uh, nou, Mooi uh, de erkenning, maar het uh, zegt mij niet zoveel. Ik ga daar niet anders van lopen of bewegen of gedragen. Dat, uh, ik heb zoveel kritiek altijd op dat soort lijstjes gehad. Nou, dan moet ik er nu ook maar consequenter blijven. Ja. In het voorjaar kregen we er met z'n allen mee te maken. Het was lastig, het was ook dramatisch uh, voor sommige mensen. Dus er werden mensen heel ziek, er overleden mensen. We konden elkaar niet fysiek troosten. Dat kwam er ook nog bij. Ja. Hoe vindt u dat mensen daarmee zijn omgegaan? Ja, toch wel goed. Maar uh, ik zeg het wel met enige aarzeling. Ik bedoel, mensen hebben zich echt wel meer dan deel goed aangepast aan wat niet kan. Maar het doet natuurlijk toch wel wat met ons. Hè. We zijn er... Uh... Aangewend, geen hand geven, elkaar niet kunnen omhelzen, niet te dicht bij elkaar komen met andere woorden. Ja. Maar het doet natuurlijk toch wel uh, wat. En uh, ik denk dat er ook wel heel veel mensen toch wel last van hebben. Die zijn er bijvoorbeeld wat depressiever van geworden. Of worden er chagrijnig van, wat ge geïrriteerd. Ze, ja. En dat merk je vaak niet direct. He. De mensen zeggen niet direct van, oh, ik mis het uh, zo. Maar ze gaan zich dan wat geïrriteerd of chagrijnig uh, uh, gedragen. Korte lontjes. Uh, ja, en, en, en wat ik vooral heel bevrees van de mensen die het niet uiten... maar die in stilte lijden. Die thuis zijn of op hun werkplek, in zoverre ze werk uh, hebben natuurlijk... Uh, zich wat terugtrekken. Uh, um, en daar komt natuurlijk nu de winter nog bij. Hè. De dagen zijn kort, het weer uh, vaak slechter. Dat is toch al een periode waar sommige mensen echt gewoon last van hebben. En daar komt dit er nog, uh, nog bij. Dus uh, ik denk dat het echt wel heel belangrijk is dat het vaccin er nu gaat komen. En dat in de loop van het komend jaar, nou ja, de teugels weer langzaam meer wat vrij kunnen, kunnen laten. Um, en uh, daar moeten we ook op inzetten. En dat is dus ook echt wel de grote opgave. Omdat we anders dat stille lijden. Uh, kan nog wel eens wat hele grote gevolgen uh, leiden. Dit kan met andere woorden niet jaren gaan duren. Nee. Dat houden we gewoon nee. niet vol. Nee, gelukkig is er nu dat perspectief. Het ziet er voorzichtig ja. positief uit voor ergens in 2021. Uh, de teugels laten vieren, zei Dat hebben we in de zomer ook een klein beetje gedaan. In juni, juli uh, was het wat rustiger. We gingen met de cijfers wat de goede kant op. Achteraf gezien hebben we toen kansen gemist. Hadden we toen bijvoorbeeld een, een, ja. een wet moeten klaarleggen voor mondkapjes alvast? Hadden we wat minder moeten versoepelen. En nou ja, goed, hadden we toen dingen anders moeten doen, achteraf? Ja, kijk, mondkapjes als zodanig, daar is altijd van gezegd. Hè. Dat, dat is niet het middel. Mondkapje, zodanig, ontslaat je niet van die anderhalve meter uh, plicht. En die gezondheidsmaatregelen, het handen wassen en dergelijke. Dus dat, dat zou nou niet per se het eerste zijn, wat ik zou hebben voorgesteld. Ik denk wel dat als je terugkijkt, maar er is altijd wel met terug. Uh, uh, kijken dat we in juni uh, uh, wat, wat meer hadden moeten uh, houden aan bepaalde uh, beperkende maatregelen. Bijvoorbeeld uh, iedereen ging op vakantie, ook naar het buitenland. Ja. Nou, dat hebben we ook gemerkt. Toen mensen terugkwamen in augustus, begon het aantal besmettingen ook op te lopen. Lang voordat de winter begonnen. Ik ga even terug, mijn beeld was toen van uh, op zich begrijpelijk dat we de teugels wat laten vieren, want het aantal besmettingen en ook de ziekenhuisopnames liepen enorm ja. uh, terug. Ik bedoel, je moet wel reëel zijn. Hè? De samenleving beperkingen oplekken, moet wel een verhouding staan dat het problemen probleem is. Maar we hadden wat voorzichtig moeten zijn met allerlei groepsactiviteit toestand, dat vakantie uh, gaan. We hadden wat, denk ik, strenger uh, moeten kunnen optreden rond bijvoorbeeld quarantaineverplichtingen. Want dat ja. zie je nu ook. Hè? Het aantal mensen wat zich niet houdt aan quarantaineverplichtingen, dat bedraagt tientallen procent. Dat is echt een grote groep. En dan hadden we de aanloop naar de winter wat geleidelijk gehad. Kijk, ik denk niet dat het geholpen zou hebben om de oplopende besmettingen in de herfst en de winter tegen te houden. Dat hebben deskundigen altijd voorspeld. Die tweede golf gaat, als dat weer, als het vierde seizoen begint, komen. Dus dat we nu bijvoorbeeld ook die lockdown hebben, is uiteindelijk niet zo heel erg verrassend, omdat dat simpelweg. Niet tegen te houden is, zoals het griepvirus ook niet helemaal tegen te houden is. En het enige wat je echt aan kunt doen, is, is afstand houden. Dus die anderhalve meter, geen groepsvorming. Uh, maar we hadden dat wellicht wel op een later moment kunnen meemaken. Uh, maar goed, weet u, uh, ik snap ook heel goed dat uh, de regering, en ja, wij allemaal, uh, op een gegeven moment ook uh, zeggen van ja, we moeten de teugels wel gaan vieren, want anders gaan mensen zich er toch niet meer aan houden. Je hadden ja. er zomaar niet kunnen zeggen: uh, geen groepen bij elkaar, geen sport, helemaal niks. Uh, maar waren, uh, dat hadden we niet volgehouden, omdat iedereen uh, zag natuurlijk... ja, die cijfers gaan toch de goede kant op. Uh, dus het moet wel een verhouding blijven. En wat betreft uh, testcapaciteit, is er, er zijn toen ook weer mensen, uh, mensen eruit gestuurd... die uh, in het voorjaar actief ja. waren hadden die niet gewoon een paar maanden actief kunnen blijven... desnoods dat ze weinig te doen hadden. Maar dan hadden we in ieder geval in september... weer genoeg eh, testcapaciteit gehad. Nou, we, hadden een, een, we hadden de flexibele capaciteit wel wat, wat flexibeler... ook beschikbaar kunnen, kunnen hebben. Uh, ik vraag tegelijkertijd ook wel wat respect voor de GGD. Ik bedoel, die staan ook voor een klus uh, die nooit is geweest. Uh, onze eigen GGD Gelderland-Zuid... Uh, die heeft uh, nu uh, een, uh, meer dan 100% extra personeel. Alleen maar vanwege corona. Dat gaat om misschien wel 500 mensen die er extra bij... Gekomen. Kijk, je moet ook reëel zijn. Als die niks te doen hebben, die mensen maken ook nog een eigen keuze, Want dan kun je misschien ook wel andere job uh, gaan, gaan zoeken. Uh, dus het is ook wel, wel logisch dat er wat uh, door het tempo uh, niet is doorgezet. We waren toen nog volgende opbouw en eigenlijk wat gebeurde is dat die opbouw van die testcapaciteit, ja, die is gewoon vertraagd. En toen kwam uh, die oploop van besmettingen. En ja, kon dat niet zo snel geleverd worden? Het, het hoort ook wel bij crisisaanpakken. Ik merk ook dat veel mensen nog steeds redeneren alsof we uh, in een oude situatie zitten. Alsof we in een koekjesfabriek zitten. Waar je met een druk op knop één keer het recept kunt ver veranderen. Ja, dat is niet zo bij dit virus. Er gebeuren onverwachte dingen. Ons zorgstelsel is ingericht zoals het is. En ik vind het toch wel geweldig hoe iedereen. Uh, ...in het zorgstelsel, maar ook de buiten toch aan samenwerken is om dit allemaal zo goed mogelijk aan te pakken. Ik bedoel, er gaat meer goed dan dat er fout gaat en dat is wat ik voor ogen hou. En uh, wat betreft uw eigen rol? Heeft u terugkijkend dingen gezegd, gedaan, waarbij u achteraf zegt... ...nou, met de kennis van nu had ik dat anders moeten doen? Ja, is lastig. Um, kijk, ik denk bijvoorbeeld nog vrij recent terug, uh, een, een maand geleden, zei ik van, er moeten meer jeugdactiviteiten mogelijk kunnen zijn, ja. rondom kerst en oude opnieuw. Ja, en de weken erop begonnen die cijfers te stijgen. Ja, toen dacht ik ook, ja oké, okay. dat gaat hem dus niet worden. Maar aan de andere kant, op het moment dat ik het uitdroeg, en niet namens mezelf, omdat veel collega's er zo over ja. dachten, hadden we echt wel het beeld van, uh, nou, uh, het aantal besmettingen is er, maar het gaat wel dalen en... En de druk op het zorgstelsel ja. zal niet zo doorlopen. Dus we kunnen, als we dat verstandig doen, best wel wat mooie jeugdactiviteiten doen. Nou ja, dat blijft dus nu niet zo te zijn. Althans, die activiteiten zullen heel beperkt zijn. Ik bedoel, je mag niet met groepen buiten. Onder tot en met de 17 kun je nog wel wat leuke sport of culturele activiteiten doen. Maar ja, voor de oudere groep jongeren, de oudere jongeren, zoals we het vroeger zeiden, ja, dan zal het heel beperkt worden. Dat zal toch vooral digitaal zijn. Dan kan er nog wel wat, maar uh, ja, heel veel meer zal het niet zijn. Dat is uh, gewoon even inderdaad nog steeds niet. Nee, en verder ja. is het uh, voor mij wel altijd het motto: gewoon rustig blijven, voetjes op de grond houden. Ik, bedoel, ik heb wel geprobeerd niet alleen maar uit te dragen. Er zijn maatregelen waar je aan moet houden. Maar er is ook een andere uh, kant. We moeten ook met elkaar de moed erin blijven houden, elkaar blijven ondersteunen. Kijken naar wat wel uh, uh, mag. En dat is ook een boodschap die ik bijvoorbeeld altijd richting het kabinet uh, probeer uit te dragen. Van, Wees consequent, duidelijke maatregelen, strenge maatregelen wat nodig is. Maar geef ook ruimte aan de samenleving eh, daar wat kan. Omdat je anders die strenge maatregelen ook niet volhoudt. Het middel moet met andere woorden niet erger worden dan de kwaal. En dat is wel eh, het voortdurend balans zoeken waar ik en anderen het hele jaar mee bezig zijn. En dat zal ook nog wel zo maanden doorgaan. Nu werd dit jaar natuurlijk overschaduwd door dat virus. Maar er zijn vast ook leuke dingen gebeurd. Heeft u dingen uit 2020 waarvan u zegt wat, een, wat mooi, wat positief, wat bemoedigend? Nou, ik heb in ieder geval een heleboel mensen gezien, een ruime merendeel, die ondanks uh, dat ze persoonlijk ook stevig geraakt zijn dat kan zijn door ziekte of het overlijden van een. Uh, uh, naast hè, vanwege corona. Uh, maar ook doordat ze actief uh, zijn in, in de zorg, in een veiligheidssector. En ook hartstikke druk hebben gehad. Maar ik heb heel veel mensen gezien die toch de kop op hebben gehouden. En uh, hulp hebben geboden. Ja. En dat ook proberen uit te stralen. Uh, nou, bij ons thuis persoonlijk was het mooi uh, dat uh, mijn jongste dochter het eindexamen heeft gedaan. Was ook lastig, zoals veel eindexamenkandidaten. Ja. Al ver van tevoren geen lessen meer. En toch goed gedaan. En euh, nou ja, dan ben je ook blij dat je jezelf en je naasten gezond euh, zijn. En eerlijk gezegd hou ik aan dit jaar ook wel over dat het ook wel eens goed is... dat we soms, nu wel eens wat gedwongen, tot rust komen. We hebben een ontzettend jachtige samenleving. We hebben ja. ook een complexe samenleving. Dat hebben we allemaal zelf gemaakt. Het, het geeft geen pas om daar anderen de overheid de schuld van geven. Dat hebben we zelf gecreëerd. Ja. We hebben zelf ingestemd met al die ingewikkelde wetten en uitzonderingen op wetten en regels... En de rust die er was, bijvoorbeeld de maand april en nu ook wel. Um, nou, ik vind hem ook wel uh, uh, verhelderend. Hij, hij, hij zorgt ook ervoor dat je zelf gaat nadenken van... hé, hey, hoe zijn we bezig? Hoe ben je zelf uh, ja. bezig? En leidt misschien en, tot nieuwe inzichten. Ja, en dat vond ik ook al. Dus ik ga helemaal niet pessimistisch dit jaar uh, uit. Ondanks alle ellende die we hebben meegemaakt. Uh, Laten we dat ook wat langer vasthouden. Ook lang nadat we... Weer ons normale leven hebben weten op te pakken. Want ik ben ervan overtuigd dat dat ergens in het volgend jaar 2021 weer zal gaan gebeuren. Maar laten we dan toch ook een aantal van die punten eruit leren en meenemen. Wat meer rust en regelmaat in ons leven, dat is voor niemand slecht. Maar denkt u dat dat nog kan? Waarom zouden dat niet kunnen? We hebben het nu gedwongen gedaan. Dan kunnen we ook als we onder de dwang uit zijn erover nadenken. Natuurlijk zullen we heel veel dingen weer, weer terug uh, uh, gaan naar wat, uh, naar wat, uh, wat was. Maar uh, de manier waarop we toch uh, leven en tot het uh, toch niet echt nodig is om elke dag uh, naar uh, de winkel of een of ander spannend evenement uh, te gaan. Het kan ook wel eens een keer een weekendje rustig uh, zijn. Zou ik al diegenen voorhouden. En uh, goed, we zullen een hoop mensen denken: ja, hoor, dan hoor je ze Zo'n oude 54-jarige zit te preken. Nou ja, ik zou ook zeggen: neem het zoals je het wil. Misschien is een bepaalde ervaring en vergelijking die je kunt maken ook wel eens goed om elkaar te delen. Ik, ik denk dat we ook dingen kunnen leren uit dit jaar. Hoe we verder werken, hoe we ons persoonlijk leven inrichten, in hoe we met elkaar omgaan. Dat we ook geleerd hebben hoe belangrijk het is. Om persoonlijk contact te hebben. Ja. Net iets vaker uh, je moeder uh, bijvoorbeeld uh, bellen. Dat zijn wel van die dingen die ik wel meenemen hoor. Ja. Nu ja. gaat dus eigenlijk helemaal niet zo pessimistisch het jaar uit, zegt u al. Nee, nee, uh, nee het nee. gaat ook, Vooral ook, het omdat gaat ik ook best u... lekker met NEC intussen. Uh, ja, er viel me nou, nou, trouwens ja. op. Dat gaat ook nog goed. Ik bedoel, vierde plek op het moment dat we elkaar spreken. Dus laten we hopen dat ze de laatste wedstrijd ook nog het goed... Het is niet vormen. dat het elke week sprankelt, maar... Nee, maar goed, dat doet het bij de koploper Cambuur ook niet. Dus nee. uh, het, uh, nee, het wonderlijke wonderlijk aan de eerste divisie is toch dat... waar we misschien hadden gedacht, ik ook, tegen de kerst zijn ploegen als Kambuur in de Graafschap lang uit het zicht. Nee, het is uh, dat is niet zo. Nee. Dus, uh, nou ja, wie weet wat het nieuwe jaar ook op dat vlak en petto heeft. En ik kan me voorstellen vooral heel veel supporters, net zoals de voetballers zelf, er ook verlangen dat ze elkaar weer in het stadion kunnen treffen. Want dat is natuurlijk wel heel jammer dat dat ja. niet kan. Ja. Kampioenschap in 2021? Nou, laten we nou ook weer niet, niet overdrijven. Hè. Bedoel, dat is ook wel weer echt Nijmegen. Nee, we zijn heel kritisch en we nullen op, op ja. NSC en anderen. En als het dan goed gaat, dan denken we gelijk: oh ja. uh, Laten Laat ze maar zo doorvoeren. Dat is een jonge ploeg. Er zullen vast wel eens uh, tegenslagen komen, maar. Uh, uh, laat hen ook een mooi voorbeeld zijn uh, hoe je als groep kunt uh, oppakken en vooruit kunt uh, uh, gaan. En laat vooral ook voor ons allemaal een mooie motto zijn. Het toont aan dat je nooit te somber moet zijn. Er is altijd iets mogelijk. Nee. Uh, met, met zulke boodschappen heeft u ook een paar keer al de Nijmegenaren toegesproken dit jaar. U begon in maart met een filmpje op de grote markt naast het beeld van Marieken met het mooie zinnetje: Marieken let op ons. Ja. Um, wat willen wil jullie Nijmegenaren nu meegeven? Zo aan het einde van dit jaar? Nou, eh, om te beginnen natuurlijk hele mooie feestdagen. En Zalig Kerstmis is een goede jaarwisseling. Het zal wat rustiger zijn en wat anders. En met minder mensen bij elkaar. Uh, maar dan nog zijn het wel dagen waar we naar uitzien. Ik, ik voel dat ook ik hoor dat ook. Ik heb het zelf ook. Dus ik wens iedereen een hele mooie uh, feestdagen. En vooral ook weer een goed begin van het nieuwe jaar. Uh, voor sommigen van ons uh, leek het af en toe een tunnel waar geen licht aan was. Maar zoals bij elke tunnel komt er uh, licht aan het einde. En anders kruip je maar even terug en ga je de andere kant naar buiten. Licht is er altijd bij welke tunnel dan, uh, dan ook. En die gaat ook uh, komen. Ik wens ook iedereen, zeker diegenen die hele zware slagen hebben te verduren gehad, uh, heel veel goeds in het. Uh, in het nieuwe jaar. En hopelijk kunnen we elkaar overzien en weer eens de hand drukken. Ja, dat laten we dat in ieder geval ja. doen. Voor nu hartstikke bedankt voor dit jaar. Ik wens u voor het nieuwe jaar eh, namens ons allemaal een beetje een normalere agenda toe. Dat is dan denk ik welkom. Ja. Een beetje rust. Al was die rust in, in de weekends ook niet slecht. Hoor. Ja. Maar laten we maar weer terugkeren. Laten we dat ja. hopen. Ja. Bedankt. Graag gedaan, jullie ook alle goed.